bijna klaar voor de start, hè? Ja. En dat is Magic Beauty and More. Dat is de volle naam van jouw salon, hè? Ja, klopt. Selina Leijsen heet jij? Ja. Kijk, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ik moest natuurlijk ook een beetje giechelen dat ik hier naartoe ga. Want borstenliften, billenliften, ja, dat is geen dagelijkse koek. Zeker ook niet in Middelburg. En ook niet voor mij. Maar we hebben het er net even over gehad. Een hele sessie dat er hier gelift wordt, dat is toch niet zo handig om te filmen. Ook al omdat Facebook er niet zo goed mee omgaat. We zijn dus een vrij preuts medium. En het is gewoon in het algemeen wat handiger. Maar er zijn wel heel veel mensen benieuwd wat jij nou precies doet. Hè? Want het liften van borsten en billen, hoe gaat dat? Ja, het is eigenlijk een non-invasieve behandeling. Dus dat houdt in dat je met vacuümtherapie werkt. Dus eigenlijk alle vrouwen die net een baby hebben gehad, of lichaamsveranderingen, of cellulite, striemen, die zijn niet tevreden over hun billen. En dat doen wij op een natuurlijke manier liften en verstevigen. We pakken dan ook gelijk de benen mee. Dus ik werk met cups. En die plaats ik op de billen of de borsten. En voordat ik die plaats, doe ik eerst de benen behandelen, zodat alles strak wordt getrokken. Dus je doet eigenlijk de vetcellen door je verplaatsen. Maar wat is dan precies een cup? Ik denk dan meteen aan een koffiecupje, maar dat is natuurlijk iets heel anders. Ja, dat zijn gewoon grote cups. En dan heb je verschillende maten. Dus even een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een klant voor de borsten. En die begon met de kleine cups. En zij heeft een 10 behandelingspakket en ze zit nu op behandeling 5 en die zit nou op de grote cup. Dus een grote cup, dan moet je denken aan hoe leg ik dat uit? Een grote D-formaat ronding, die zet je erop. Ja, 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 ja. Maar uiteindelijk, wat je doet is de dingen omhoog trekken en niet zozeer vergroten of... Nee, er wordt niks ingespoten. Nee, precies. Het gaat echt op natuurlijke basis. Dus het zijn je eigen vetcellen die ik stimuleer om te groeien. Dit zijn de grootste en die zijn ook op haar billen gezet. En die kan je ook voor mensen die grotere borsten hebben, kan je die ook gebruiken. En het zorgt gewoon echt voor versteviging. Alleen dat is wel iets wat ik wil vertellen. Veel denken, oh mooi, dan heb ik een stevigere billen en stevigere borsten. Maar bij de billen is het ook belangrijk dat de benen meegenomen worden. Want ook al ben je zo tenger en slank, ik bedoel, sommigen kunnen toch veel last hebben van cellulitis en putjes of streamen. Is dit een beetje te betalen voor de gewone mensen? Ja, ik heb toevallig tot morgen een hele leuke actie. Want in Rotterdam, daar hebben wij het ook vaak over, betaal je gewoon bijna 1000 euro voor 10 behandelingen. En bij mij is het tot morgen 250 euro voor 10. Voor 10 stuks? Nou, ja. dat klinkt mij als redelijk. Nou, dan heb ik eigenlijk toch nog een vraag. Want je zou denken, dit is iets voor dames, maar doen heren dit ook? Dan kijk ik mijn man. hij lacht nog. Ik heb hem meegenomen als model voor de cursus. Dus mannen kunnen dit zeker ook komen doen, want niet elke man heeft mooie ronde billen. Een man die hier heeft, maak even wat reclame. Nou ja, jij bent inderdaad, jij bent zelfstandig, klussen niet, maar schilder en... Ja, klopt. Dus jij hebt deze hele vrije aankleding verzorgd. Dit mogen doen, ja. Maar nu even mijn interesse in jouw billen, vraag ik ook niet vaak aan mannen, maar ben je er tevreden over? Ik ben er heel tevreden over. Ja, en dat zeg je niet om je huwelijk in stand te houden? Nou ja, goed, weet je, ik kan er lang en breed over zijn, maar uiteindelijk, de cupping is zowel voor mannen als voor vrouwen, werkt dat natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Maar het is veilig allemaal. Ja. Zeker weten. En ik doe eerst ook een veilige check, maar ik spuit niks in. Het is van je eigen... Dus het is niet dat er hier straks boze artsen staan, nee. Of wat ben jij aan het doen? Nee. Nou, nee. Dat is... En pijnloos. En pijnloos, ook belangrijk. Ja. Nou, dank jullie wel voor de toelichting. Ik heb toch weer wat gelitst op vrijdagmiddag. Dank je wel.